Hello from the children of planet Earth. Thank you.
Goedemorgen, welkom zondagmorgen. Het zonnetje schijnt, tijd om wakker te worden. Hoi! Bestel eenvoudig online op solarowonen.nl of kom langs in onze showroom. Binnen- en buitenzonwering. Nu tijdelijk met gratis advies aan huis. Hoi, goedemorgen. We zijn er weer. Doe gezellig mee in de chat. Hij is geopend. Hartstikke idee. Ja. Zijn we al wakker allemaal? Of hebben jullie zoiets? Blijf nou lekker in bed liggen. Moet je niet doen. Het is mooi weer. Hehe. Ja, goedemorgen allemaal, welkom. Zo, heerlijk wakker worden op de zondagmorgen met Richard Hollander. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, we gaan eens even wat oude trucjes rijden vandaag. We beginnen met een Scania. Mooi dingetje. Ziet er leuk uit. Gouden ouwe. Oude beestjes. Van stal gehaald. Gisteren nog een stuk met een oude MAN gereden. Op zich is het wel eens even leuk wat oldtimertjes te rijden. Maar word rustig wakker. Kijk gezellig even mee. Dat is geen probleem. Ik ga eens even kijken of dan. Wat zijn er van berichten? Nieuwe speciale leveringen. Oh ja, dat geloof ik wel. Voilà.
Oké, nou, dat kan eruit. Even de motjes erin. Ze zijn even wat aangepast omdat ik even wat oldtimers erin gegooid heb. Ik ga even kijken hoe lang ik live ben op Twitch. Het gaat niet helemaal lekker met me. Maar gewoon een beetje rustig op mijn gemakkie. Dus even kijken, wat hebben we hier? Ik pak er gewoon deze er even achter. Gaat naar Dover, Engeland. Nou, ik wil gewoon in Amsterdam begin. Dus we gaan even naar en vanuit Nederland gewoon Europa in. Hier vanuit Amsterdam even kijken wat we daar hebben. Engeland. Even met een kleintje beginnen of zo. Een container. Naar Frankrijk. Die moet naar Berlijn. Wat hebben we hier? Die is op zich ook wel leuk. Past wel mooi achter die oude truck. Is geen spoedklus. Standaard levering. Dus. We gaan naar Engeland. Even een navigatie bijzetten. Even goed gewoon zitten. Oude Scania. Laden bij Stokers. Mooie oude Jaguar achter me. Even de muziek. Een tandje zachter.
Ja, ze horen me wel achteruit rijden. Maar is weer eens wat anders. Zo. Hop naar Engeland. Druk hier. Ja, dat is een mooi trucje. Zo, op naar Engeland. Van Amsterdam naar Cambridge. Lossen bij Transinet. Het is een oud beestje, dus...
Wat een drukte. Ja, ga eens met dat ding, man. Niet zo'n haast, geloof ik. Die oude trucs die maken wat meer lawaai dan anders. Zo, de politie is ook al vroeg. Zo, nou, laten we maar weer lekker rollen. Uit Nederland richting België. Even eraf hoor. Kunnen jullie hem even in het licht bekijken? Deze wondermooie meid. Een ouwe. Invoegen.
Zoel, kom een Vlaanderen in. Zo, het wordt een mooi licht. Motorrem erop. Belg die weer midden op de weg blijft hangen. Gewoon er gewoon voorbij hoor. Hier eraf. We are going to England, Cambridge.
richting Calais. Dan maken we de oversteek naar Engeland. Even het geluid van de motor iets zachter zetten. Dan moet ik even de truck stilzetten. Het is wel leuk motorgeluid, maar het moet niet overdenderen. Als je dat constant hoort, dan kan ik begrijpen dat je daar even twee tandjes lager. Dan word je gek van dat motorgebrul. Dat moet ook niet. Dat is al beter. Zo, hup, met die oude bak. Die wacht al even.
The Car Ferry. Hier mogen we even opletten. Drempeltjes. Richting de boot. Wat mooi hier. Rechts moeten we de boot op. Zo, verhaal melden. Richting Dover. Hey, zullen we hier blijven? Mag ik de boot niet op? Zal lekker worden. Dacht het wel. Wat verdikkie. Ik weet niet waarom dat is, maar... Ik wil zeker niet zo'n oude diesel aan boord. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Waar ben ik nu gebleven? Stak net voor de boot zeker. Oh ja, ik ben een stukje teruggezet. Nou ja. Geeft niet. Gewoon het opnieuw proberen. Dat blijft een spelletje natuurlijk, hè. Nou, ik weet in ieder geval hoe ik rijden moet nu. Nou, nieuwe poging.
Een nieuwe poging. Ja, nog wat beter. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar... Nou, welkom in Engeland. Kruis erop houden. Gewoon doorrijden, hè? Geen voorrang verlenen. Nee hoor. Collega wel, ja. Ja, bedankt jongen. Ja, we mogen weer. Ja. Oude Mercedes ervoor, 190D. Thank you.
Die denken dat ik ergens inhaal hoor. We zijn in Engeland. Ivano Mexicano, good morning. Thanks for the follow. Welkom. Goedemorgen. Ik dacht dat je uit Mexico kwam. Ivano Mexicano. Ja, tegenwoordig kom je de gekste namen tegen, dus... Maar dat geeft niet. Welkom. Goedemorgen. Zoals je ziet ben ik weer even in een van mijn oude trucks gestapt. Ik moet nog 164 kilometer richting Cambridge. Vandaar dat ik aan de linkerkant rijd. Vanuit Amsterdam vertrok. Hier eens even een paar van die oude trucks laten rollen uit mijn garage. Ja, een beetje wisselen. Hè. Het moderne, dan weer wat oudjes. Straks nog even een stukje in een oude MAN. Ik heb gisteren nog even een klein ritje meegedaan. Ik denk dat ga ik zondagmorgen eens eventjes met oude trucs. Oldtimer dag. Een baantje opschuiven. Lekker relaxen op de zondagmorgen. Het is veel te warm om je druk te maken. Pak je koffie erbij, zo is het. Rustig wakker worden. Hè? Helemaal mee eens, jongen. Maar bedankt voor het volgen. Leuk. Welkom. Voel je thuis bij Richard. Normaal gesproken zit ik zondagmorgen wel met mijn grote vriend Ben. Maar ik denk dat hij een beetje moeite heeft met de warme temperatuur in zijn hobbykamer. Ook logisch. Het is mijn kamer heerlijk koel. Totaal niet warm. Kan vanmiddag wel anders zijn natuurlijk, maar vandaar dat ik een beetje betijds live in de stream ben. Vanmiddag genieten van het zonnetje. Mooi stukje door Engeland heen zo. Slow. Nou, dan doen we dat maar. Oh, good morning. We are in London. Ladies and gentlemen. Keep left. Mooi van die oude Scania's waar ze mooi mooi dashboard erin had. Lekker veel klokjes. Gaaf auto toen die tijd. Hey, dit is nieuw allemaal, dat ken ik niet. 4 meter hoog. Ja, het wordt steeds mooier hè, in ETS.
Twee auto's in een Scania in de kleur van het transportbedrijf. Ah, leuk. Mooi, man. Ja, normaal gesproken rij ik ook met mijn eigen skins van Richard Hollander. Maar niet met die oldtimers. Dan moeten we echt overal skins op gaan aanpassen. Dus af en toe pak ik eens even een oud trucje tussendoor. Maar als ik in mijn moderne profiel rijd, dan rijd ik met mijn eigen skins. En normaal rijd ik met Ben samen en Joop. Die hebben ook allemaal de eigen skin van de VTC. Richard de Hollander is altijd herkend in rood, wit, blauw. Hè? Oh, moet hierheen. Ja, we vervoeren een druktank, ladentje van 12 ton, dus dan kan de Scania makkelijk trekken. Ah, leuk. Stream je ook of speel je alleen ATS? Nee, dan zegt hij dat ik verkeerd ga, maar... Ja, oké. Nou, mocht het weer zover zijn, hou ik het even in de gaten, man. Heb ik nou een afslag gemist, of is dat standaard dat je teruggestuurd wordt? Zo wel. Verderop weer omrijden. Dat zal wel. Blijft Engeland, hè? Een verwachte. Ja, ik zit al een jaartje, wat zal het zijn, 2 op Twitch. Zoiets. Even door rood hoor. Een rondje van de zaak is dit. Die route zal zo wel horen, denk ik. Ja, Ben is er niet, Tom, maar goedemorgen. Ben die houdt zich rustig in verband met de warmte. Ik had je wel een uur eerder verwacht, Tom. Je wou uitslapen, zeker.
Redelijk. Zolang ik even rustig kan blijven zitten, gaat dat goed. Maar het duurt nog wel eventjes voordat ik weer een beetje goed hersteld ben. Maar we zijn in behandeling. Komt vanzelf weer goed, zeg ik altijd maar. Positief blijven. Dus eerst pijn lijden en dan... om 6 uur al. Nee, dan had ik mijn oogjes nog even dicht, gelukkig. Jij bent bezig met een lange rit. Nou, ik moet nog 37 kilometer en dan kom ik aan in Cambridge, Engeland. Even een druktankje afleveren met een oude Scania reek. Oud beestje. Ik denk zondagmorgen ga ik eens met oude trucjes rijden. Oh, die caravan voorbij, maar ik moet eraf. Ik zou bijna verkeerd gewoon. Oeh. Cambridge. En voor je het weet ben je vanuit Amsterdam zo aan de andere kant van het kanaal. Cambridge ontdekt. Nou, helemaal perfect, man. Leuk trucje toch? Ik zit nog strak in de lak hoor, voor zijn leeftijd. Ik wil alleen even rekening mee houden dat je die lange snuit voor je hebt zitten. Even de rood hoor, ogen dicht. We moeten lossen bij Transinet. Nou, ik zie het vlaggetje al. Linksaf. En daar mogen we hem in het vak smijten.
Ik heb een hele leuke achterruit erop, moet je opletten. Iedereen denkt van, man, daar word je er helemaal gek van. Vond wel leuk. Weet in ieder geval iedereen dat je achteruit rijdt. Oh nee, nog wat kilometertjes te gaan. Voilà. Lossen. Ontkoppelen. Doorgaan. Ah, dat is op zich een best een mooie truc, hoor, die oude Scania's. Ik kan er nog veel meer op zetten, maar het is wel een grappig ding. Ik vond die kleurencombinatie ook wel mooi zo. Beetje chrome erop. Morgen uit de spuiterij nog. Maar ik heb op zich even kijken. Even die truckdealer gewoon. Volgens mij heeft die oude Magirius Dutch er ook nog ergens in zitten. Oude Fiat nog. Ook zo'n heel oud dingetje nog. Op zich wel grappig. Je kunt niet veel dingen dan veranderen. Achterhuisje erbij. Dat motorvermogen van dat ding, dat is helemaal niks. Als je max pakt, dan zit je op 420 pk. Ik ga voor mijn rit 229.097 verdienen. Oh, stort maar even op mijn bankrekening. Dan kan ik nog een oldtimertje aanschaffen. Kijk, het is op zich wel leuk, hoor, die oude dingetjes. Zit helemaal, zit een beetje in. En het is ook zo simpel als wat. En op zich, kijk, dat zijn die oude kleurtjes van Verenigde Lozen nog zelfs. Ja. Maar dan moet je echt een beetje bij die oude kleuren blijven. Volgens mij kan je er ook helemaal niet veel aan pimpen, hoor. Ik weet het trouwens niet. Ik kan maar even kijken wat die. Ja. Ik kan twee lampjes erop zetten, bijvoorbeeld. Ja. Simpel, even simpel houden. Even kijken wat er allemaal kan. Ik weet het ook niet. Beetje rood. Kleur van. Oh ja, rood. Nee. Ik hou hem zo. Ik heb ook geen idee. Fiat. Wat er allemaal op zit. Oh, ik kan de grill er al passen. Geinig, hè. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Porno. Wat is porno? Geen idee. Ik weet allemaal niet wat er gebeurt. Oh, een tankie. Ik kan de tank nog aanpassen. Een of andere oosten uitlaat. Hé. Grappig. Kijk, zelfs gordijnen erin. Zwaar liggen, nee, het past er niet op zo'n ding. Nog wat lampjes. Chauffeursplaatje. Nee, t-shirt.
vleugeltje erop. Dus dit. Oh, die dingetjes erop. Zwart bumpertje doen. Ja, is leuk. Wat houdt dit in? Hoofdspiegels. Een zwarte spiegels erop. Of grijs. Zowel de kleine spiegeltjes. Mooi een grijs houden. Nou, wat kun je binnen nog doen? Tommetje. Kijk, daar is een vloerbedekking erin ook, man. Dat kleedt het wel een beetje aan. Nou, dit is wat rustiger. Wat grappig. Hoi, dat is niks. Nee. Oh ja, dat was die. Moet je stoelen nog aanpassen? Nee, daar kun je niks doen. Maar wat kan het? Leuk tasje. Toch wel. Hoofdspiegels. Kun je dit zeker ook nog aanpassen? Dan zetten we mij thuis neer. Grappig. Blijf leuk. Gordijn, Fiat. Hebben ze geen andere kleur? Nee. Dan de auto top. Voorruit accessoires. Dit is grappig. Ja, we hebben geen vlaggetjes van Fiat. Hangen we er gewoon wat in. Wat voor stuur hebben we nog in de aanbieding? Lichtstuurtje. Maak het oude. Oh, dat was de vloerbedekking. Moet je dat dan veranderen als je dat en dan die wil? Oh ja. Pas niet op de vloerbedekking. Hey. Ah, doen we een leuk mokje. Michelin poppetje. Maar dan houden we het gewoon simpel in een oude bak. Nou, bevestig. Kijk, er zitten toch wat foutjes in. Doet het niet. Nou, Fiat gaat niet door, mensen. Dit is een oude mot die ik nog in mijn motlijst had zitten dus. Maar die functioneert waarschijnlijk niet meer helemaal 100% in versie 1.47. Anders klapt hij er niet uit. Helaas, die gaat niet door. Want hij heeft het nu niet opgeslagen. Ik dacht het al, want ik zag er een hele hoop foutjes in zitten. Die oude MAN die doet het wel. Kan ik ook even meegerijden even een stukje, die oude MAN. MAN 520. Dat is deze. Dat is ook een leuk autootje.
grappig trucje dit. Zeker. Even kijken waar die staat. Dan gooi ik even een aanhangertje achter, maar dan moet ik even aanhangertje hebben. Klopt ook niet helemaal, zie ik. Moet die bandjes even aanpassen, zie je. Standaard, ik heb verder niks mee. Die kan eraf. Dus even voor het idee hoor. Oh ja, ik kan hem allemaal aanpassen. Wat was dat trucje van kleur ook alweer? Transinet. Trameri. Kijk, is er iets met blauw zo? Dan gooi je stokers strachten. Bevestig. Kopen. Basel. Even kijken, moet ik met die truc ook naar Basel? Snel reizen naar Basel. Kan niet. Dat even anders. Hier stond die aanhanger toch ergens. Trailer erachter. Aankoppelen. Ja, nou is die compleet. Even kijken. Kijk, dan een leuk karretje erachter, want anders kan je geen vraagjes doen. Een oude pruttelbak. Simpel. Maar hij doet het. Nou, bewonderen jullie maar even die leuke truc. Ik moet even een plasje doen, dus ik laat gewoon even zo staan. Ik ben zo terug. Really felt free, and that's something else. That's really something else. Like all,
you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Lots of children have no fear. That's the closest way, that's the only way I can describe it. That's not all of it, but it is something to really, really feel. I mean, really, no fear.
Zo, daar ben ik weer. Even kijken of er nog een ritje is voor deze. We gaan nog wel even een stukje mee rijden. ...470 kilometer, oh, dat is niet zo ver. Dit gaat naar Luxemburg. Dat is allemaal even ver, dus we gaan naar Frankfurt. Even kijken, ik ga eerst even mijn aanhangertje loskoppelen. Kan ik eerst even tanken. Mijn oude MAN'tje. Even tankie vol. Hallo Ivano. Ivano Mexicano. Hey, dat klinkt ook wel leuk. Oh, die hebt dezelfde achteruit. God, nee hè. Ja, het blijft leuk hoor met die Hollander. Even het karretje eraan koppelen. Hoppata. En gaan. Moet hier aan de... schuin tegenover laden. Hier dan in? Oh ja. Oh, dat wordt leuk met zo'n schaar aanhanger. Oh ja. Nou, dat gaan we niet doen. Even voor de makkelijke weg, hoor. Ja, makkelijke weg, zei ik. Ja, draai hem zo wel weg. Ik heb een kort snuitje deze, dus dat gaat wel lukken. Voor de met zijn schaar aanhanger. Alleen maar rechtsaf hier zie ik. Nou, daar gaan we dan met de oude beestje. Even Basel uit. Right.
vering testen. Het trekt nog wel aardig op hoor, dat oude ding. Die grensovergang. Nou, rij met die auto van je. Gassen. Nee, ga jij niet, dan ga ik er langs. Oh, hier. Fijne vriend. Het mooie Zwitserland verlaten. Nou, dan rijden we dan met het oude beestje. Ja, is een leukie, hè? Deze. Echt een oudje. Kilometer tellen kan ook maar tot 100 met dat ding. Zo hard gaat het niet hoor. Buffalo Fredje speelt Euro Truck 2. Succes Fredje. Ik heb de tijd niet meer in de chat gehad. Er zit nog een bakkie in dat ding ook. Kunnen we de spiegel weghalen. Echt een oud bakkie. Doet het niet, maar... Maar het rijdt lekker hoor. Niks mis mee.
mooie doodskop voor je snuffert hangen. En dit oude beestje gaat nog lekker mee in het verkeer. Humber Simulation die is mij ook gaan volgen, zie ik, sinds gisteren. Ook welkom. Druppelsgewijs komen er toch steeds weer nieuwe bij. Stevens het laatste ritje, mensen. Dan ga ik weer even mijn rust pakken. Een beetje genieten van de zon. Misschien was het je al opgevallen dat er onderweg ook meer oldtimers in zitten. Express gedaan. Kijk, oude Jaguar. Past een beetje bij het totale beeld, hè? Oude trucks rijden, dan zie je ook oude auto's. Oldtimer ATS. Oude AM FM radio boven mijn neus. Boven in het streambeeld. Nou, kijk, dat trekt nog lekker door, hè? Dat oude beestje. Duitse auto, hè. Kijk, oude Opel Kadett. Yeah. Nog 137 kilometer. Je bent druk aan het sparen voor rood rijbewijs. Ja, er is tegenwoordig wat voor nodig. Ik heb het al een 35 jaar op zak. Ja, even volhouden. Als je het eenmaal op zak hebt, jongen, dan geniet je er ook van. Ik weet niet hoe oud je bent. Wat kost een paar duiten? Steeds meer regels, hè, tegenwoordig. Ik heb al heel wat kilometers achter de kiezen. De boterham. Oh, dus ik gok dat je 17 bent. Of net 18, dat kan ook. Net 18. Ja, daar kom je net kijken. Hè. Maar dat komt goed. Even goed je best doen. Een spiegel erbij.
Maar je kan merken dat het mooi weer is, want iedereen doet lekker buiten ontbijten. Die gaan niet binnen zitten om naar Twitch te zitten kijken. Met een uitzondering natuurlijk van Ivano. Maar dat is ook een beetje de reden dat ik niet zo'n hele lange stream doe. Ik kan hem altijd nog even terugkijken op mijn YouTube kanaal. Gewoon Richard de Hollander. Even googlen en dan kom je er vanzelf. Kun je alle streams nog eens terugkijken met Flight Simulator. En er staat inmiddels een verzameling op van zo'n 2 jaar aan streams. Dus is altijd leuk. Ik kreeg laatst nog reacties van, ik heb die stream nog zitten kijken. Ik zei, dat is een hele tijd geleden. Ja. Nou, nog een klein stukje, dan zijn we er alweer. Zo. En bedankt, hè. Dat was niet netjes, dat idee. Maar het ging goed. Zo, wij komen aan in Frankfurt. Daar gaan we lossen bij LKW Log. Even wachten dat het groen wordt. Kijk eens, mooie oude sportieve auto's. Oude Mercedesbus.
Ja, het is een leuk motortje. Goede sound. Grappig zo, die oude auto's. Oude Mercedes. Oude Renault bus. Mooie rode vloerbedekking op het dashboard. Die Hollander komt eraan, mensen. Werk aan de winkel. Kijk, dat is makkelijk los hier. Kijk, fantastisch. Weer een job binnen voor de VTC. Dat bedoel ik. Pom 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 pom. Goed, ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze livestream. Ik ga ermee stoppen. Als je me volgt, dan krijg je automatisch bericht als je dat ingeschakeld hebt staan dat ik weer live kom op Twitch. Dat is regelmatig. Ik heb wel een planning staan, maar daar klopt niet altijd alles van. Dus. Maar houd het gewoon even in de gaten. En denken jullie ook nog even aan een welbekende vriendin van mij, Jeanette. Zij heeft je steun nodig voor een speciale therapie. Dat moet gebeuren in Australië en dat kost de patiënten. Dus mocht je nog een eurotje over hebben om Jeanette te helpen, dan heel graag namens haar. Nou, wat mij betreft zou ik zeggen, geniet van het mooie weer. En maak je niet al te druk. Een lekker ijsje vanmiddag of een lekker koud biertje. Net waar je zin in hebt. Hey, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer, mensen. Ciao!